Future Mail. Dit is een mail van jezelf, uit het jaar 2045. Om er zeker van te zijn dat je de mail ontvangt, is deze gesproken mail weer omgezet in ouderwetse tekst. De mail bevat een waarschuwing voor een situatie die je te wachten staat. Lees hem, zodat je alsnog de toekomst een andere wending kunt geven. De Nederlandse Costa's trokken de afgelopen zomer weer meer bezoekers dan het jaar ervoor. De meeste badgasten kwamen ook dit jaar weer uit Zuid-Europa en Duitsland, van waaruit het strand binnen 5 minuten per cyberscooter bereikt kan worden. Tot zover het nieuws van 25 oktober 2045. Wil je weten hoe het met jou gaat in 2045? Ga dan naar futuremail.com.mx. Vandaag vindt overal ter wereld het 6e en laatste Live Aid concert plaats. Dit om te vieren dat de honger nu definitief de wereld uit is. Ter gelegenheid van dit historische feit komt de legendarische band Coldplay nog 1 keer bij elkaar. Tot zover het nieuws van 25 oktober 2045. Wil je weten hoe het met jou gaat in 2045? Ga dan naar futuremail.com.mx. Jens in de middag. Jan, ja, heb jij iemand die een reis naar Thailand gaat winnen? Dat is een geweldige actie, is dat. Hè? In samenwerking met onze grote vrienden van pensioenkijker.nl... Ja. Hebben wij een actie in het leven geroepen bij Jorin FM. Kon je sms'en naar 3131 wat er gebeurde in 2045. Vandaag over 40 jaar, op deze dag, wat dan jouw nieuws zou zijn. Zou de vrede op aarde zijn? Bijvoorbeeld. Gaan we op vakantie naar Mars. En daar hebben mensen die hebben mogen... Massaal hebben mensen sms'd. Ze begonnen hun bericht met 2045 en ze kwamen met hun wens, hun gedachten over deze dag, vandaag over 40 jaar. Hallo? Hallo? Hallo, met wie spreken wij? Met Richard. Richard, wat was jouw nieuws van die dag, Richard? Nou, dan word ik 65, hè. En meestal gaan ze dan met pensioen, als het goed is. Mijn wens was dan om met een vliegmobiel lekker op vakantie te gaan. Jazeker, Richard, want jij wint de reis naar Thailand. Jij gaat 25 dagen lang met een vriend of vriendin relaxen. En dit proefpensioen, want dat is het, 25 dagen lang, wordt verzorgd door pensioenkijker.nl.